dat hij nu zou ophouden met zijn defensieve houding. Nou ja, dit werkt veel, dus dat is goed. Ze blijven elkaar bedreigen. Net als om dat zijn. Er is erg veel werk verzet door een klein leger vrijwilligers. Zij kwamen vele uren hier om belangeloos hun bijdrage te leveren. Liters verf, saus, vele kwasten, rollers, stroomdraden en natuurlijk vele koppen koffie werden er gebruikt. Een ware metamorfose is bewerkstelligd door deze vele hardwerkende en enorm gewaardeerde vrijwilligers. Veel bedrijven en sponsoren rondom het AHOES droegen ook hun steentje bij door materialen, gereedschappen, kennis en kunde beschikbaar te stellen. Zonder de inzet van onze vrijwilligers en sponsoren hadden we deze klus niet kunnen klaren. Een enorm applaus voor deze mensen lijkt me zeer zeker op de plaats. Dat dit moment vandaag plaatsvindt, dat het AHOES weer beschikbaar is voor het hele dorp, dat is vooral aan de inwoners van Adorp zelf te danken. Het bestuur van de stichting, de heer Grotehuis uiteraard, maar ook een heleboel mensen die vrijwillig hun know-how hebben ingebracht, die hun kennis van klussen hebben ingebracht, die hun spierkracht hebben ingebracht. Die hebben meegedacht over de inrichting en de aanpak van dit totaal vernieuwde dorpshuis dat voor dit dorp het licht ziet vanavond, zou je bijna kunnen zeggen, op deze al vroeg donkere najaarsavond. Ja. Kunt u het allemaal zien? Nou, we zijn in mei dit jaar zijn wij als nieuw bestuur aangetreden nadat het AHOES een periode dicht is geweest. En met ontzettend veel mensen, met ontzettend veel vrijwilligers hebben wij daar een inventarisatie gemaakt van wat er nodig was om de boel weer draaiende te krijgen. En uiteindelijk hebben we een uitbater gevonden, Henk Grotehuis, die ontzettend enthousiast was, de potentie van het AHOES ziet en zag. En die wil daarmee verder. En de boel is opgeknapt. Er is geschilderd, gesausd, geverfd, noem maar op. En dit is het resultaat. We hopen natuurlijk dat het een succes wordt. En ja, iets afdwingen lukt niet. Je kunt niet zeggen het moet of het zal. Maar we hopen dat dit een enorme positieve stimulans is. Waardoor de mensen van Adorp het AHOES weer weten te vinden.